is Power BI iets voor ons? Doordat het zo snel aan het groeien is, zie je dat er steeds meer mensen zijn die er eens van gehoord hebben of er iets van gezien hebben en zich dit afvragen. In deze video ga ik in een paar minuten een antwoord op die vraag geven. Even blijven kijken dus! Allereerst, Power BI in 3 woorden. Data naar inzicht. Maar hoe dan? Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, je start altijd bij het ophalen van data. Waar het ook leeft. In een database, een data warehouse, in een bestand, een Excel bestand of een CSV bestand of op een website. Waar dan ook. We gaan dat eerst ophalen. Daarna opschonen van die data. Nou, dat kan van alles betekenen. Bijvoorbeeld, er missen allerlei waarden. Nou, dan moeten we die gaan vullen. Of er zitten allemaal gekke data in die ik helemaal niet mee wil nemen. Nou, dan filteren we dat eruit. Of voor elke klant wordt per jaar vastgelegd hoeveel de omzet is. Ben ik helemaal niet in geïnteresseerd. Nou, dan groeperen we op klantniveau. Allerlei methoden om je data op te schonen. Daarna ga je het samenvoegen. Dus je hebt data vanuit verschillende bronnen opgehaald. En daar moet je dan één geheel van maken. Bijvoorbeeld, ik heb vanuit 3 verschillende bronnen omzetcijfers per jaar. Nou, dan maken we daar 1 grote tabel van. Of ik heb weliswaar omzetcijfers, maar dan heb ik alleen klantnummers. In een andere bron heb ik voor elk klantnummer ook vastgelegd welke klant erbij hoort. Nou, dan voegen we dat samen. Allerlei methoden om data vanuit verschillende bronnen samen te voegen. Nou, daarna is je model afgerond en kun je beginnen met data-exploratie, ofwel op zoek gaan naar verborgen inzichten in jouw data. Nadat je die gevonden hebt, wil je die visualiseren. Dit is dus de fase waarin je je dashboard ontwikkelt. En tot slot zul je je inzichten gaan delen. Stel, elke maand ontvang je een Excel-bestand met de omzetcijfers voor die maand daaraan toegevoegd. Nou, dit is een bestand wat echt in de praktijk goed voor zou kunnen komen, dat je dit elke maand weer ontvangt. En dit is data waar je nog van alles mee moet doen. Bijvoorbeeld de naam van het bestand staat er nog in. Voor elke klantnummer staat het woordje klant. Nog belangrijker, in plaats van 1 kolom met alleen mijn maanden en jaren, en 1 kolom met mijn omzet, is die informatie nu gedraaid over heel veel kolommen heen. Okay, dus we moeten van alles met deze structuur gaan doen. En daarnaast heb ik ook wat informatie over mijn klanten. Nou, hoe zou dat in zijn werk gaan? Ik begin dus met ik open nu Power BI en begin dus met het ophalen van wat data vanuit Excel. Ik geef aan welk bestand ik hebben wil. Nou, dan zijn er dus 2 tabbladen. Hè? Dus we moeten opgeven dat we beide tabbladen willen gaan ophalen. Maar die ene, daar willen we nog wat mee gaan doen met die verkopen. Dus inderdaad, transformeer die data. Nou, dan gaat nu die omgeving zich openen waar je data transformeert in Power BI. Dus we gaan ook even die transformaties opgeven. Nou, dus ik heb hier een lege rij. Een lege rij heb ik niet zoveel aan. Dus ik zeg verwijder dan de bovenste rijen en dan de bovenste. Nou, dan zijn we in elk geval van die eerste lege rij af. Nou, dan zie je daarna dat dit eigenlijk niet onze eerste rij moet zijn, maar dit moet onze kolomhoofden zijn. Hier, die eerste rij, dat moet onze kolomhoofden worden. Daar is een knopje voor, die heet Use First Row as Headers. Dus dan gaan we die gebruiken, Use First Row as Headers. Nou, vervolgens willen we het woordje klant willen we hier weg zien te krijgen. Dus wat ik dan doe, is dan zeg ik extraheer. Onder transform kan ik hier zeggen extraheer de gegevens na de limiter. Dus dat limiter moet een spatie worden. Dus dan zijn we daar vanaf. En tot slot wil ik die kolommen die nu gedraaid zitten omdraaien. Nou, vervolgens maak ik hier dan nog de juiste kolomnamen van. Dus dit moet zijn mijn datum. En dit moet zijn omzet. Hier maak ik ook nog even de juiste datumtype van. Dus daar maken we date van. En hier in mijn klantenbestand. Dit ziet er allemaal goed uit. Dus dit zou gewoon zo nu geladen moeten kunnen worden. Nou, dan gaan we dat doen. Hè? Dus hier, close and apply. Nu ga ik het dus naar Power BI laden. Dus, en in Power BI ga ik analyses verrichten. Nou ja, in beginsel doe je dat met de taal die DAX heet. Data Analysis Expressions. Mijn favoriete onderdeel van Power BI.
Gaat nu iets te ver om daar al in detail op in te gaan. Maar ik zal even laten zien hoe je bijvoorbeeld een analyse kunt verrichten. Dus als ik nu over de tijd in een column chart pakken. En dan zeg ik, laat maar mijn omzetverloop over de tijd zien. Dan krijgen we dat uiteraard te zien. En dan kan ik aan Power BI vragen, hey, neemt hier toe. Waar komt dat door? Analyseer is waardoor die toename is ontstaan. Explain the increase. Nou, dat gaat Power BI dan doen. Dus dan gaat Power BI daarover nadenken. En dan geeft hij aan op allerlei terreinen waar dat dan door ontstaan is. Nou, dit vind ik interessant. Blijkbaar komt het doordat we één productgroep heel veel hebben verkocht. Dat voeg ik dan even toe als grafiek. En tot slot, nou, ik wil ook geografische gegevens wil ik zien. Wat ik op moet geven is dat een provincie ook echt een provincie is. Een provincie is een provincie. En vervolgens maak ik nu een kaart aan. Waarin ik dus voor een kaartvisual, waar ik dus nu de provincies toevoeg. En vervolgens dan na downdrillen van provincie naar stad. En van stad weer naar adres. En de omvang van de bubbels op de kaart, dat wil ik dat dat de omzet is. Nou, nu maak ik dus dit even groot, zodat we kunnen zien of dit ook doet wat we hadden verwacht. En jawel, ik kan van een provincie, downdrillen naar de steden, downdrillen naar de individuele adressen. Oké, nou, dit is een dashboard waar ik tevreden mee ben. Dit publiceer ik dan nu naar de online omgeving, zodat ik het kan gaan delen met mijn gebruikers. Dus dat is de omgeving waar je ook bij al jouw collega's kunt. Dus als ik het nu hier in een bepaalde omgeving daar online ga publiceren, dan gaat hij dat nu doen. Ik ga dat even openen, zodat ik ook kan laten zien hoe dat er daar uitziet. Dus dan krijg ik eigenlijk gewoon ditzelfde dashboard. Uiteraard gewoon hetzelfde dashboard, want dit is wat ik wil delen met mijn gebruikers. Hier in de online omgeving, hier in powerbi.com. En hier kan ik het gaan delen met mijn collega's. Kan ik opgeven met wie ik dit wil gaan delen. Tot zover deze demo. Wil je nou dat ik even met je meedenk over jouw specifieke situatie? Neem even contact met me op. Vind ik altijd leuk om te doen.